Mijn naam is Patricia Vaasse. Ik werk als senior onderzoeker bij het Rathenau Instituut. En ik doe werk aan publieke kennisorganisaties. En dat is een groep kennisinstellingen. En zij maken kennis voor beleid en voor beleidsmakers. Waarmee we de samenleving beter kunnen laten functioneren. En de afgelopen tijd heb ik werk gedaan naar de gevolgen van allerlei decentralisaties op het gebied van de zorg voor het functioneren van die publieke kennisorganisaties. En we hebben vastgesteld dat de decentralisaties allerlei verantwoordelijkheden bij gemeentes hebben neergelegd. Gemeentes die hebben daarvoor kennis nodig. Van oudsher zat die kennis bij de publieke kennisorganisaties. Maar die kennisfuncties zijn niet mee gedecentraliseerd. Dus het gevaar dreigt dat de gemeentes ieder voor zich eigenlijk opnieuw het wiel zijn gaan uitvinden. Of gaan uitvinden. Het gevaar dreigt ook dat allerlei onderzoek dubbel wordt gedaan nu. Of dat er onderzoek helemaal niet meer wordt gedaan. En het gevaar dreigt ook dat wat de ene gemeente uitvindt, wat handig is en wat goede kennis is om te gebruiken, dat een andere dat niet kan gebruiken. Dus dat kennis niet gedeeld wordt of dat het niet optelt. En wij hebben dat onderzoek gedaan om daar dus als Rathenau Instituut aandacht aan besteden, omdat het een hele belangrijke groep is voor kennis voor beleid, kennis voor de samenleving. En we vinden dat die groep ook aandacht verdient.